Goedemorgen, kijk naar de weerswachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we de, de felste witte vlekken van de in boven Noord-Nederland liggen en de Noordzee. Dat zijn de zwaarste buien en die trekken de komende uren via het noorden weg. Dat betekent dat we vanuit het zuidoosten op steeds meer plaatsen de zon erbij krijgen en dan gaat de temperatuur hard omhoog. Aan het einde van de ochtend is het al zo'n 25, 26 graden. Vanmiddag wordt het dan in het Midden-Oosten en Zuiden 28 tot 31 graden. Langs de kust is het wat minder warm. Valt nog zeer lokaal een buitje, maar in de namiddag en avond neemt de kans op regen, onweer, hagel en windstoten weer toe. Denk niet dat ze zo zwaar worden als de afgelopen nacht, maar het zijn toch wel echt hele forse buien. En daar ga ik dus ook weer heel duidelijk voor waarschuwen. Als die buien later vanavond weg zijn, komen we in koelere lucht terecht. Dat merken we morgen. Morgen hebben we zonnige periode, enkel buitje nog en temperaturen van 17 tot 20 graden. Later in de week gaat het kwik nog iets naar beneden, dan is het ongeveer 18 graden en ook dan valt er dagelijks een enkel buitje. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl en ik raad u aan om de weerberichten later vandaag nog even goed te volgen.